zit op het puntje van onze stoel. Marcel die eet zichzelf. Hey, hallo! Ziet er goed uit, Jade. Mooi zo. En je kan wel mannequin worden. We zijn allemaal een beetje zenuwachtig, maar onderweg naar het podium. Kijkers, welkom bij weer een nieuwe video op ons kanaal. Leuk dat jullie weer kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dan kan je altijd gratis abonneren. Laat ook een leuke reactie achter. Vinden we ook altijd erg leuk. Deze vlog is weer een weekvlog. En wij zitten volledig in spanning. Want Feyenoord die gaat spelen voor de Conference League finale. Conference League finale, kijk eens even. Meneer, ja, zo maar. Ja, ik heb mijn sjaal erom gedaan. Ja. Hopen dat het geluk brengt. Nou, zeker. Maar je hebt vandaag bijna nog niks gegeten, hè? Want je bent zo zenuwachtig. Ja, ik heb er net zoveel trek. Nee. Ik heb daarom ook maar een soepje gemaakt, want dat glijdt wat makkelijker naar binnen. En ja, Marcel is zo zenuwachtig. Ik ook hoor, want we zitten tv te kijken natuurlijk. En. Ja, we zijn gewoon vol spanning, maar de soep die staat te pruttelen. Het is een verse groentesoep die ik heb gemaakt. Die gaan we zo eten, lekker met stokbroodje erbij. We zijn dus erg benieuwd wat Feyenoord gaan doen. We hopen natuurlijk dat ze gaan winnen. En ja, dan kan de avond nog wel eens heel gek verlopen. Maar ja, we gaan het zien. Eigenlijk ben ik ook wel benieuwd, wie van jullie is er ook voor Feyenoord? Wie van mijn kijkers of wie van onze kijkers is er ook voor Feyenoord? Wij gaan, nou ja, de televisie staat al eigenlijk de halve dag aan. Dus wij gaan er klaar voor zitten en lekker soepje nemen. De tweede helft is begonnen en Feyenoord staat met 1-0 achter. Maar er zijn wel een paar goede kansen voorbij gekomen. Echt, we zitten op het puntje van onze stoel. Marcel die eet zichzelf. Hey, hallo! Holy shit! Gio, ja, we zijn ook vanaf de wedstrijd al hier, maar het is zo spannend. Kijk, die sjaal is bijna op. Zal hij dit soort ergernissen, die in hoeveelheid echt gaan toenemen in de tweede helft, moeten parkeren? Moeten uitschakelen? Gaat het nog maar? Echt hè? Mijn sjaal ligt hier. Ik kreeg het te warm van, dus ik heb hem maar even afgedaan. We hebben weer een nieuwe dag vandaag. En vandaag is het hemelvaartdag. Marcel en ik zijn begonnen aan de tuin. Het hele terras schoonmaken en alles snoeien. Dus we zijn lekker bezig. Het ziet er al aardig schoon uit. Kijk eens. En alles netjes gesnoeid. Marcel die is net het snoeizo aan het opruimen. Hè? Ja, dat is mooi geworden, als je om de hoek kijkt. Ja, dat heb ik al laten zien. Oh. Maar dit moet ook nog even. Ja, dus nu nog een paar. Je moet eerst puin opmaken en dan wordt het mooi. Dat klopt. Zo, nou, we zijn begonnen aan de voorkant. Alles uit de overkapping. Maar dat gaat ook alweer netjes worden. Hoe voel je je nu, Marna, gisteren eigenlijk? Hebben we het niet meer over gehad? Ja, we hadden het niet over hem. Nog steeds niet? Nee. Nee. Gisteren was natuurlijk, zoals jullie gezien hebben, de finale van Roma tegen Feyenoord. En ze hebben verloren. Zo, ik zie er lekker uit trouwens, zeg. Maar we waren er allebei wel goed ziek van. Jij was er ook goed ziek van, hè, Mar? Ja, best wel. Ik wil het er ook niet meer over hebben. Mensen zeggen, jij, we moeten trots zijn dat ze de finale hebben bereikt. Ja, dat gaat op een gegeven moment komen, maar... Nou, ik was sowieso wel trots op Feyenoord, want we hebben heel goed gevoetbald, zeker de tweede helft. Ik voel het alleen jammer dat het echt, zoals ik een beetje bang was, dat het Mourinho-effect is toch een beetje uitgekomen. Want eigenlijk, het was geen echt leuke wedstrijd. Er was één ploeg aan het voetballen. Dat was Feyenoord. Ja, maar dat is precies wat hun doen. Precies wat hun doen. Ze denken, ja, ze geven je het meeste balbezit. Maar ze laten je toch niet voetballen. Onze voetbalkenner, maar hij heeft wel gelijk gehad, want Marcel zei het al van tevoren. En het is zo gebeurd. We hebben weer een nieuwe dag vandaag. En vandaag hebben we een workshop bij Scoopers, mijn management. Kijk, hier hebben ze het nieuwe logo. Scoopers, non-stop social. En hier hangen de leuke t-shirts en sweaters. Kijk eens even. Dit is de sweater en dit is het t-shirt. De meeting zit er net op, dus wij gaan zo naar huis. Esther was er en... Ja, nog veel meer eigenlijk. Maar het zit er nu op en we gaan zo weer naar huis. En het was een hele leerzame workshop. We hebben weer een nieuwe dag vandaag. En vandaag ben ik weer een dagje bij Gio thuis en bij Jade om lekker schoon te maken hier.
En ja, het huis een beetje aan kanten. Maar ik moet zeggen, het is hartstikke netjes nog. Want ja, er zijn niet veel geweest eigenlijk. Maar Jade heeft iets heerlijks voor mij klaargemaakt. Mijn moeder maakte dat vroeger ook altijd. En ik maakte dat ook weer voor mijn kinderen. En nu heeft Jade het klaargemaakt. Maar het is zo lekker. Dit is het. Wentelteefjes. Zien er zo lekker uit. En het smaakt ook heerlijk. Ziet er goed uit, Jade. Mooi zo. Lekker hoor. Ik maakte het dus vroeger ook altijd. En nou maak jij het ook. Ja. Ja, goed. Net aan Gio, wat is je favoriet ontbijt? En hij zei deze. Ja. Heerlijk. Nou, dus ik ga het lekker eten. Goedemorgen, we hebben weer een nieuwe dag vandaag. En wij staan vandaag bij Bon Autobedrijf. Achter mij zie je een heel oud Volkswagen busje. En we hebben vandaag een soort route. Dus we gaan met een Volkswagen busje de hele dag op pad. En ja, ik heb er zin in. Het is mooi weer, dus we gaan zo instappen. Gio is er ook bij. Goedemorgen. Goedemorgen. En Marcel die komt eraan. We zijn bij het verzamelpunt waar alle busjes staan. En het is echt zo leuk welke je allemaal ziet staan. Allemaal verschillende Volkswagen busjes. Zo superleuk en zoveel. We gaan dus zo beginnen. En nou ja, wij hebben een heel leuk busje. Hè? Oh, is de Airbnb gedraaid? Kijk, dat is hem. Nummer 76 hebben we. Ik zou dus echt een keer willen roadtrippen met zo'n bus. Maar dan eentje waar je wel normaal kan rijden, zeg maar. Ja, maar hier kan je normaal in rijden. Nee, maar bijvoorbeeld die elektrische, die nieuwe, die ze nu geïntroduceerd hebben. Ja, oké. Okay. Maar ik kan hier echt niet in rijden. Nee. Maar je gaat het wel proberen vandaag. Nou, weet ik niet. Ik kan hier niet snelweg mee op. Oh, maar hij is zo leuk. Kijk dan. Echt een ouderwetse, ja, echt een ouderwets busje. Het is gewoon, ja, eigenlijk een campertje, want er zit van alles in. Maar dat ga ik dadelijk nog even laten zien. Ik laat dadelijk de binnenkant ook nog even zien. Dus nou ja, we gaan een dagje roadtrippen met een oud Volkswagen busje. Deze dag wordt dus ook georganiseerd omdat Volkswagen 75 jaar bestaat. En ja, vandaar dat ze zo'n leuke rally hebben georganiseerd. Ik heb er echt zin in. Hier is de start, dus hier gaat eigenlijk het eerste busje weg. De eerste, geef hem een applaus. Hi. Nou, dat gaat de eerste. Marcel is nog even ons nummer aan de achterkant aan het opzetten. Lukt het? Nee. Nee, de laatste rij busjes die gaan op pad. Kijk eens even. Daar. Ons busje staat daar. Dus wij gaan er ook aansluiten. We zijn onderweg en de rally is begonnen. Gio die zit gezellig achterin. Ja, ik zit goed op, maar... Ja, die zit er niet, hè? Nee, er zit hier wel iets, maar ik weet niet waar die in komt. Oh, ja, ik zie daar inderdaad wat hangen daarachter. Nee, maar even serieus. Deze auto is uit 73. Weten jullie dan hoe oud die is? Nou, deze auto is dus inderdaad, zoals Marcel zegt, uit 73. En hij heeft 52 pk. Moet je hier die stempel halen? Nee. Oh. We zijn niet met de Elfstedentocht bezig. Nee, nou, hier. Dan ben je echt oud. Stempelposten. Oh. Ja. Ja, ze moeten terug, zeker. Nou, dat weet ik niet. Er is geen terugweg, want het is niet. Ja, maar dit was niet al een stempelkost. Nee. Oké, nou, dan gaan we het aan het einde van de rit zien. 27, 47, 49 jaar, hè? 49 jaar. Ik ga hem dadelijk nog eventjes beter van de binnenkant Je auto is ouder dan jouw, Gio. Ja. Maar ik ben aan het vloggen. Oh, dat is het dat je dat doet. Ik ga hem dadelijk even aan de binnenkant filmen, want het is ook wel leuk om te zien wat er allemaal in zit. Maar, ja, maar we moeten daar opletten, want misschien hadden we wel ergens anders heen moeten nu. We zijn al een tijdje onderweg en ja, de route gaat goed. Het is met een stip en pijltje, een routebeschrijving. Zoals je het hier ziet, maar we zitten nog steeds op de goede route. Maar het is zo leuk dat je weer echt zoveel ziet van het Nederlandse landschap. Heel veel paarden, schapen, weiland. Echt bijzonder leuk, hè, Mar? Jazeker. Mooi om te zien allemaal, hè? Schaapje. Ja. We hebben ook al wat letters verzameld. Gio die is lekker ergens achterin. Die ziet nog een paar benen daar. Die ligt in bed. Die is lekker in bed gaan liggen. Ai. En die kijk uit het verkeer van rechts, want dat stond er al. Ja, dat was deze. Ja. Dus dan gaan we de weerweg op.
En dan gaan we weer rechtdoor, 0,17 kilometer. En dan gaan we de Zelderse weg op. Ik ben de navigator en Marcel rijdt. Maar misschien dat we nog even wisselen. Gio gaat ook nog een stukje rijden. Maar die kijkt vanuit de achterkant naar alle mooie landschappen hier. We zijn bij de eerste stop aangekomen. En Gio heeft gelijk even ons busje verbouwd. Nou ja, verbouwd, het kan omhoog. Maar nu ziet het er dus zo uit. Ja, het is echt een camperbusje, hè? Ja, heb je deze gezien? Hey. Stevig Park Racing. Ja. Een Porsche-logo erop. Ja. Heel mooi. Kijk, maar hier zie je dus allerlei busjes staan. Echt zo leuk. Ja, je kijkt echt je ogen uit. Hoeveel busjes doen er ook alweer mee? Ja, ik denk wel bijna 100 zo'n beetje, toch? Ja, hè? Dat is een beetje ongeveer wel, hoor. Ja. Wij hebben al 76. Ja, dat klopt. Ja. Echt bizar. Dit is ons busje. Kijk, dus gelijk een campertje. Hier is een fonteintje. Daar zit een kastje. Koelkastje. Daar zit Gio. En dit dak kunnen we dus ook nog open doen. Dat hebben we net gedaan, maar misschien dat we dat dadelijk nog even doen. En daar zitten Marcel en ik. Kijk, heel oud dashboard. Oud? Niet oud. Het is heel oud. Busje. Hey. Zo, gezondheid. 45 jaar, wat was het nou? Even kijken wat zijn top is. We hebben even een tussenstop gehad bij landgoed Zalentijn. Dat was heel mooi. Ja, ik denk dat je hem niet gehoord. Ja, het was heel snel. Nee. Maar we gaan nu weer verder. Zin in, Gio? Ja. Ja. Kijk eens hoe hard we gaan. 90. Mijn route in de gaten houden, want ik heb ook een teller. En je bij 5,10 kilometer moeten we dus rechtsaf de Hooiweg op. We zijn nu beland bij de Star Surf Club en het is bij Strand Hulsta. Maar we zitten hier aan het water en daar staat ook weer een hele leuke Volkswagen busje. Omgebouwd als een soort DJ-boot. Kijk hoe leuk die is omgebouwd. Er staat een DJ in. Maar we zitten lekker hier. We gaan eten, drinken, alles is goed geregeld. Heerlijke lunch en gaan we zo weer verder. Nou, we gaan een resort rally doen, hè? Een pionnencircuit. Ja. Ja. En dan moet je dus om de pionnen heen. Oh, maar ze is nu al aan het gassen. Ja. Griffen, ja. We moeten dus om pionnen heen rijden en dan moet ik uit het raam duiken om iets te pakken. En ook gewoon voor de pionnen scheppen. Nee, voor de pionnen. Nee, je mag ook de deur open doen. Dus doe vol de pionnen scheppen, zeg ik. Ja. Oh, vol de pionnen scheppen. Ja, gewoon rechtdoor gaan. Ja, ik zeg, ja, leuk dat je regels in, maar ik bepaal gewoon zelf de regels. Ja, kijk. Kijk, hier let op, let op. En dan... Laat maar even uitstappen dan. Of het waait hier wel zo hard mee, laat maar. Wat is dit? Nou, leuk. We gaan maar doen. De rally zit erop en we zijn op plaats van bestemming aangekomen. En we staan nu bij Landgoed Kamerik. Achter ons zie je ons busje nog. En ja, hier staan er nog veel en veel en veel en veel meer. Hier is de finish. Daar zijn we net overgekomen. En ja, hier is nu het landgoed, zeg maar. En zo kan je dus ook alle andere busjes ook nog een beetje zien. Maar deze is van ons. Echt super, super bus. Ik kan nog even de achterkant laten zien. Hier heb je een bankje met gordijntjes. En hierboven heb je dan een soort luifel, zodat je er goed in kan staan. Je kan deze dus ook huren. Hier staat een gasfles in. En hier, dit knopje is het fornuisje wat je zo openklapt. En ja, deze busjes kan je dus ook huren om in te gaan kamperen. En kijk, hier heb je nog eens een slaapplek. Ik vond het echt een superleuke dag om een keer meegemaakt te hebben. Ik heb het een tijdje geleden ook met Melanie gedaan, met Fiat 500. Het was ook echt een fantastische dag. Je ziet heel veel van Nederland, zijn hele mooie routes. En het was superleuk dat hier er ook weer bij was natuurlijk. En we hebben echt genoten. Maar ik ga nog even van bovenaf hier het dashboard laten zien. Kijk hoe oud. Daar zie je de pedalen.
En het grote stuur. Ja, het is echt fantastisch. Een beetje van vroeger. Ja, een beetje van vroeger. Het is natuurlijk van vroeger. Deze rally was dus eigenlijk ter gelegenheid van 75 jaar bestaan. Moet je even aan de kant van Volkswagen. En hoe heb jij het gehad, Mark? Ja, heel leuk. Ja, heel leuk. Superleuk, ja, hè? Ja, het was echt een superleuke dag. En ja, we zijn natuurlijk wel een beetje Volkswagen fans, hè? Dat ik heb sowieso, natuurlijk de T-Cross. Maar zo heeft de ID4, dus ja, het was voor ons echt een ontzettend leuke dag, zoals ik al zei. Zeker, zeker. Nou, hè? Tof. Wij zijn net bij Gio thuis aangekomen en we zijn in de prachtige ID4. Het is natuurlijk ook een hele mooie auto. Blijft een mooie auto natuurlijk. Maar we gaan even naar binnen. Hi. Is mijn nieuwe car. Ah, is dat je nieuwe car? Nice, Gio. Hey, je kan wel mannequin worden. Hey, dat doe je goed. Maar zo is Lilo hier aan het verzorgen. Komt gelijk weer eten halen. En hier hebben we natuurlijk de prachtige karpers. Het water is heel helder. Kijk dan. Oh, mooi. Ach, zo leuk, hè. Is het zo lekker? Is het zo lekker? Goedemorgen. Vandaag wordt ons dak geïmpregneerd. En ja, zoals jullie weten, degenen die de vlogs altijd kijken, die hebben toen gezien dat het dak helemaal schoongemaakt is. Maar nu wordt het geïmpregneerd, zodat het heel lang mosvrij, bacterievrij en schoon blijft. Co Softwash doet dat. Komen hier ook uit Oude Tongen. Dus ik ga even een klein stukje filmen. Even kijken hoe dit precies gaat. Maar de hele voorkant is al gedaan, dus ze zijn nu bij de achterkant bezig. De achterkant wordt nu gedaan, dus daar loop ik even naartoe. Kijk, zo wordt het gereinigd met een grote borstel. En geïmpregneerd met speciaal spul. Maar je ziet hoe schoon het dak is. In vergelijking met het dak van de buren. Echt een verschilletje. Na het reinigen van mijn dak ben ik doorgegaan naar Improve. En daar wordt mijn huid om de 4 weken behandeld met de producten van Image. Het ziet er weer heel mooi uit. En het is heel glad, maar heel zacht ook. Ik ga even de producten laten zien. Ik gebruik ze zelf ook in de ochtend en in de avond. Dus mijn ochtendroutine en mijn avondroutine. Ik zal het wel een keer filmen, dan kunnen jullie dat ook een keer zien. Maar dit zijn de producten die nu allemaal gebruikt zijn. Ik heb een peeling gehad. En ja, eerst is de huid gereinigd. Daarna zijn alle oneffenheden, dus meeeters, weggehaald. Daarna een peeling. En daarna een masker. En ja, nu zit er natuurlijk een heerlijke dagcreme, oogcreme op. Dus ja, ik straal weer helemaal. Maar dit zijn de producten. Hier staan ze van Image. En dat is de Prevention. Dat is de dagcreme. Heerlijke producten. En je huid gaat er weer heel goed van uitzien. Wij hebben weer een nieuwe dag vandaag. En wij zijn vandaag in Toverland. We zijn met z'n allen, want we hebben een Q&A op het podium. Dus ik ben heel erg benieuwd wat voor vragen we krijgen. Hier lopen we met z'n allen en we gaan daar naar de blauwe containers. Gisteren heb ik een hele dag op een festival gelopen, Woodstock, met heel de familie. En of tenminste een groot gedeelte van de familie was echt geweldig. Prachtig weer, goede muziek. En ja, het was echt een fantastische dag. Maar vandaag zijn we weer in Toverland. We zijn allemaal een beetje zenuwachtig, maar onderweg naar het podium. Mel? Wat? Zit alles goed? Ja, nu wel, ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Echt spannend. Ik vind het allemaal een beetje spannend. Oh, even een moeilijk paardje hoor. Daar gaan we, John. Ja, kijk eens even. Ja.
We zijn even wat attracties in geweest. Hier in het park. Echt gigantisch. Maar die kunnen jullie natuurlijk allemaal terugzien bij Zio. Maar we hebben hier dus ook een eigen, ja, een eigen ruimte. Kijk hoe leuk. En dan gaan we hier naar binnen. En dan hebben we hier lekker allerlei broodjes en chippies en drinken. De lekkere snoepers, hè Jana? Heerlijk. En Marcel? Nou, en hier zitten we dus achter de schermen. We wachten nu nog even op andere TikTokkers. En dan gaan we nog wat attracties in. Maar dat zijn de water- of natte attracties. Dus dan kan je nat worden. Dus dat doen we op het laatst. Dat gaan we zo doen. Dit was weer de weekvlog. Nou ja, eigenlijk van bijna 2 weken. Morgen vertrekken wij naar Bulgarije. En dan komen er weer nieuwe weekvlogs aan van Bulgarije. We gaan met het gezin, behalve Jorn. Die kan helaas niet mee. Maar dat worden weer leuke video's. Op Toverland heb ik helaas niet veel meer kunnen filmen. Want het was zo gigantisch druk en het was zo'n gekke huis. Als jullie willen zien wat we nog gedaan hebben in de attracties en zo, dan kan je de vlog van Gio kijken. Ik zal een linkje onder deze video zetten. Dan kunnen jullie die nog eens terugkijken. En dan kunnen jullie zien wat we allemaal nog gedaan hebben. Het is echt een geweldig park. Echt een aanrader. Dus ja, voor nu zeg ik weer heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Dan krijg je melding wanneer er weer een nieuwe video online is. Laat ook een leuke reactie achter, want die lezen we altijd en vinden we erg leuk. En dan zeg ik voor nu heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!